Staat nog op andere gevels ook. Het gaat vandaag over Ger. Ger Doornik. Ja, als je naar de tentoonstelling kijkt, dan zie je eigenlijk een heel mooi gedeelte. Alle eyecatches uit Ger's leven. Dit is hem dus. Dit is hem. Ja. En nou ja, dit is onze eerste samenwerking in Amsterdam. De eerste tentoonstelling. We hebben een half jaar geleden in Utrecht een tentoonstelling gedaan. Nou, ik hoop dat die net zo succesvol wordt als in Utrecht. Feestje wat we houden hier in Amsterdam en we vieren meteen eigenlijk ook dat mijn galerie van naam veranderd is. Vanavond wordt heel gezellig en het zal ongetwijfeld uit de hand gaan lopen. Mijn passie was altijd gewoon schilderen. Wat ik eigenlijk wil is alles wat ik ervaren heb in de loop der jaren, hè, qua werk, om dat nou bij elkaar te brengen en in de vorm van mijn grote doeken. Ja, het ziet er fantastisch uit wat ik heb zien hangen. Ik hoop dat wij gewoon hier nu een soort van statement maken dat dat kunst gewoon voor alle leeftijden is. Dat het heel veel energie geeft en dat je het gewoon ook in je huis moet hebben om je te omringen ermee. Ja, het is in ieder geval een hele goede sfeer. Het is heel gezellig, leuke mensen. Ja, heel mooi. Wat ik gezien heb, vind ik wel heel mooi. Ik vind het mooi. Ik denk dat het geschikt is voor een groot publiek. Het is een goede avond. Ik heb het erg naar mijn zin en ik geloof iedereen wel.